Het nieuws van vandaag meldt het aan alle kanten. Maastricht krijgt VVD'er Onno Hoes als burgemeester. Hij is voorgedragen door de Maastrichtse gemeenteraad. Nou, dan wordt er opgesomd wat hij zoal gedaan heeft. En, nou, hij is dus gedeputeerde voor ecologie in Noord-Brabant. Hij is voorzitter van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. En ook in alle berichtgeving wordt meegenomen dat hij is getrouwd met Albert Verlinde. Nou is dat natuurlijk een leuk nieuwsfeit, want dat is een bekende Nederlander. Dus we hebben binnenkort een bekende Nederlander bij alle openbare gelegenheden naast de burgemeester staan. Maar ja, het is natuurlijk ook opzienbarend, omdat er niet zo heel erg veel homo-burgervaders in Nederland zijn. Maar daar kwam mijn dilemma vanochtend om de hoek. Want moet je het daar nou over hebben of niet? En toen dacht ik, weet je wat, we gaan gewoon bellen met het COC. Henrik Fokke, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, moeten we het hier nou over hebben of is het onzin om het te vermelden? Nou, ik vind het natuurlijk wel een leuke bijkomstigheid bij het feit dat Onno Hoes voorgedragen is als burgemeester van Maastricht. Ja. Om het feit dat hij met een man getrouwd is. Precies, het is een leuke bijkomstigheid. Het belangrijkste is dat hij gewoon bestuurlijke kwaliteiten heeft om een goede burgemeester van Maastricht te kunnen zijn. Dat is het belangrijkste. En het is een leuke bijkomstigheid daarbij dat hij toevallig is getrouwd met een man. Ja. En ooit bestuurslid is geweest van het COC Nederland overigens. Ja, en waarom is dat dan leuk? Wat kan je daar als COC mee? Nou, het is toch, links of rechts, zo'n burgemeester is toch een rolmodel voor de gemeenschap in Maastricht, maar ook daarbuiten. Dus in die zin, het laat toch weer zien van, kijk, het maakt niet uit om homo te zijn, je kunt er alles mee bereiken wat je wil. Er werd wel eens in het verleden nog eens gesproken over een roze plafond, dat homo's niet, dat die niet door zouden kunnen dringen tot hogere functies, zeg maar, in de maatschappij. Want dit laat weer een keertje zien dat dat wel degelijk mogelijk is. Ja, ooit werd er gesproken over het André van Duin effect, hè? Als jongeren uit de kast moesten komen en paps en mams hadden het er toch een beetje moeilijk mee, dan zeiden ze van, ja, maar mam, je vond André van Duin altijd zo ontzettend leuk. Die is ook homo. Zou dat ook hiervoor kunnen gelden, dat jongeren denken van, nou ja, is de burgemeester van Maastricht... Ach, dat zou bijvoorbeeld kunnen. Kijk, de burgemeester van Maastricht en ook nog eens getrouwd met een bekende tv-persoonlijkheid. Kijk, het zou natuurlijk kunnen dat mensen dat het weer wat makkelijker maakt. Aan de andere kant, des in het verleden zie je ook wel eens dat juist door die bekende persoonlijkheid, dat mensen gewoon die zijn zo nichterig, zo homo-achtig, dat het juist voor sommige mensen dat het weer moeilijker maakt om uit de kast te komen. Dus ja, linksom, komt er maar één iemand extra door uit de kast, dan denk je van, dat is meegenomen, dat is prima. Ja, maar je gaat er als CSC niks mee doen, echt? Nee, het is gewoon een leuke bijkomstigheid. Sowieso, de burgemeester houdt zich ook helemaal niet bezig met de portefeuille homobeleid. Dat zit bij een andere wethouder binnen het college. Dus het is niet degene die ook over dat soort beleid gaat. Maar nogmaals, voor de zichtbaarheid vind ik het absoluut een plus. Ja. Nou, heb ik eens even op de site van de krant gekeken. Hè. Die verzamelen lezersreacties. En daar zag er toch een paar bij staan. Om de site van de Limburgse kranten. Die ze heel erg chic waren. Om het echt gelijk maar te gebruiken. Chic is Michtad een homogepak. Ja. Een ander schrijft dan juist weer, ben zelf hetero en homo's zijn ook mensen. Dat is toch een mooie opsteker, lijkt mij. Absoluut, ja. Ik ben heel slecht in Maastricht, hoor. Maar het komt erop neer dat de broekjes wel wat strakker moeten bij MVV. En Albert mag de handdoek in de douches aangeven. Kijk, dat zijn weer die stereotype reacties, hè, die je altijd ziet. Ik had wel verwacht dat er zowel positieve als negatieve reacties zouden komen. Want zo gaat dat nog altijd. Je merkt ook weer, wat dat betreft, ook voorlichting op scholen over homoseksualiteit. Wat dat betreft, een COC blijkt nog altijd noodzakelijk, zeg maar, om homoseksualiteit om te blijven uitleggen wat het is en dat het niks bijzonders is. Ja. Maar kun je erom lachen of is het eigenlijk toch wel eigenlijk dat laatste aan de andere kant denk ik, lach erom. Je moet daar in feite boven staan. Hm. En een gay pride op de Maas met een VVD-boot? Oh, nou, dat kunnen we altijd nog eens een keertje doen. Er zijn ook wel ideeën om wellicht toch weer eens een roze zaterdag in Maastricht te gaan organiseren. Dus wat dat betreft, absoluut, als we daar de burgemeester voor kunnen strikken, dan niet eens in de VVD-boot, maar gewoon in de Maastricht-boot, dan denk ik van prima. Nou, bedankt voor de reactie, Henrik Fokker van het COC Maastricht.